Ik ben een beetje aan het denken geweest wat kinderen leuk vinden. Ik denk, nou, die vinden het leuk om gezichtjes te maken. We hebben hier helaas op het ogenblik niet even zo heel veel kleuren. Maar als je zo'n kopje op een mandarijntje maakt met een groen neusje in het midden. Ik denk dat ze dat wel leuk vinden. Verder kun je om het mandarijntje heen een bakje maken. Dus dan heb je een leuk bakje. Dat kan je natuurlijk aan je moeder geven voor moederdag en zo. Maar waar ik zelf eigenlijk mee bezig ben, wat ik zelf leuk vind, in plaats van wat leuk is voor de kindjes, is sieraden maken. Ik heb mijn horloge een beetje versierd hier. Ik heb een ringetje gemaakt. Waar je er goed op moet letten is dat je hem, als hij nog een beetje zacht is, moet je hem om je vinger heen doen. Dat hij precies het goede model krijgt. En daarna kan je een beetje gaan zitten kliederen tot het een mooi vorm krijgt. Ik heb een armbandje gemaakt. Dat kan je niet op zo op je vel doen, want dat is te warm. Dat moet je op papier doen. Dan moet je hem gauw, als hij nog een beetje warm is, buigen. Maar het mooiste zijn natuurlijk oorbelletjes. Want het leuke is, normaal als je oorbelletjes knutselt, moet je een hangertje hebben. En dan knutsel je, maak je er niet zo vast. Maar dit gaat in één moeite door. Van dezelfde draad, hè, maak je dus het hangertje en wat je aan de oorbel hangt zelf. Want dan kun je dus gewoon allerlei oorbelletjes maken. Het moeilijkste is dat je ze een beetje symmetrisch, als je ze een beetje symmetrisch wil hebben. En verder heb ik nog ontdekt dat als je het aan de binnenkant van een glas doet of zo, of tegen glas aan, dat dan het heel glimmend wordt, de kant die tegen het glas aankomt. En je kunt er dus dan inderdaad mooi mee schrijven en dan wordt het mooi glimmend als je in spiegelschrift kunt schrijven. En tenslotte wou ik nog oorbelletjes maken met deze mooie spiraaltjes. Als je dus gewoon een spiraaltje tekent en je tilt het op, dan wordt het heel bewegelijk. Dus daar wil ik ook nog oorbelletjes mee gaan maken. Maar dan wordt het symmetrisch maken een beetje lastig. Ja, dat was het mij. Ja.